Zes weken lang een gewijzigde verkeerssituatie in het centrum van Panningen. De kruising Raadhuisstraat en Julianastraat is sinds maandag afgesloten voor autoverkeer. Auto's kunnen niet vanuit die straat naar de Raadhuisstraat en het Raadhuisplein rijden en omgekeerd. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om ten tijde van die proef de Julianastraat en de Beatrixstraat eenrichtingsverkeer te laten worden. En net zoals bij de eerste proef is het zo dat we een aantal parkeerplaatsen op het Raadhuisplein hebben afgezet. Om te kijken wat dat doet met de parkeerdruk. De twee verkeersproeven worden uitgevoerd omdat een deel van het Panningse centrum opnieuw wordt ingericht. Met de proeven brengt de gemeente in kaart wat de effecten daarvan zijn voor het verkeer. Nou, zoals bekend zijn we bezig met een herinrichting voor dit gedeelte van het centrum. Er is een eerste schetsontwerp voor dit gebied is gekozen. En om voordat we definitieve verkeersmaatregelen in dit gebied treffen, is het belangrijk om te weten wat het effect van bepaalde maatregelen is. Als het gaat om de verkeersstromen, als het gaat om het parkeren aan zich. En daarom voeren we die verkeersproeven uit. In vergelijking met de eerste proef hebben we ook een duidelijkere omleidingsroute hebben we gestalte gegeven. Het is wel zo dat dit ook duidelijker is bij de tweede proef. De eerste proef heb je natuurlijk één richting, terwijl de inrichting van dat gebied nog niet als zodanig is ingericht. Dus dat maakt het wel lastiger. Plus het feit dat mensen al natuurlijk van oudsher gewend zijn op een bepaalde manier in dit gedeelte te rijden. Ja, voor de tweede proef is dat wat duidelijker, omdat die is afgesloten en mensen dus ook niet verder kunnen rijden. Hoe lang duurt deze proef? Die duurt tot en met 29 maart. Dat hebben we ook zo samen met een zogenaamde meedenkgroep hebben we dat besproken. Een meedenkgroep bestaat uit ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners uit het gebied. En we hebben ervoor gekozen om in ieder geval voor het paasweekend weer terug te gaan naar de oude situatie. Na die tijd wordt meer duidelijk over de toekomst van het centrum op het gebied van parkeren en rijroutes.